Yo, what up, motherfuckers? Wij zijn Zeus en welkom bij een nieuwe Fabelfeit. In deze serie gaan we kijken of fabels echt zijn of nep. Let's do this! Ja, dames en heren, daar zitten we weer. Bij een nieuwe deep web video, weet je, Fabelfeit. We hebben een bestelling binnengekregen, een lang verwachte bestelling. We kregen de hele tijd te horen dat die geaccepteerd was, omdat het verstuurd was. Nou, uiteindelijk hebben we zelf gewoon gecanceld, omdat het te lang duurde. Toen hebben we een nieuwe besteld. Nu is het nou, jongens. We hebben weer een brief. En ik vind het zo'n mooi moment, dat er gewoon iets van een fucking illegale site. Gewoon hier in mijn hand. Het is wel gewoon dik. Gewoon een poederbrief. Gewoon een brief. Nee, maar wat hierin hoort te zitten, is een counterfeit bill van de brief van 50. Dus dat betekent nepgeld. Wat niet te onderscheiden is. Daarvoor hebben we als goed hier ook echt een echt 3,50 liggen. Dankjewel, vriend Stefan. Die hebben we hier. Dus die mag jij vasthouden. En hierin zit dus, als het goed is, een briefje van 50. Ik maak hem heel voorzichtig open. Shit. Het zit gewoon in een A4'tje, een briefje van 50. Holy shit, het ziet er wel echt legit uit, jongen. Vanaf gewoon het oog. Dit zijn ze. Deze is nep. Deze is echt. Ze zijn 100% even groot. Wil je hem vasthouden? Welke is het nou dan? Deze. De snap. Ja. Het voelt. Ik weet niet, man. Het voelt er anders of zo. Oké, ik heb hier een snelle controle van de DNB. Of je kan zien of een briefje van 50 echt of vals is. Je kan het aan het watermerk zien. Dat is nummertje 1. Dat is deze. Hier zo. Als je erheen kijkt, dan zie je een raar dingetje. Een vloeibare inkt. Dat is nummer 2. Dat is dat hierboven. 3, dat is het hologram. En dat is het zegeltje hier zo. En 4, dat is het kleurveranderende cijfer. Dat is op de achterkant van het briefje. Is dat deze. Is dat een echte? Ja, dit is de echte. Dus nee. Dus, laten we gaan kijken. Het watermerk. Dat is de echte. Zie je hem ook, Rieke? Ja. En een neppe. Nou, ik zie hem ook. Ja, ik ook. Maar is je nou anders of niet? Want 50 onder het watermerk. Je ziet 50 onder en die is doorzichtig als je doorheen kijkt. En bij deze niet. Heb je hem ook doorzichtig, maar de randjes zijn zichtbaar. Ja. Vloeibare inkt. Voel de voorkant van het biljet. Vooral aan de bovenkant van het biljet zijn ribbels. Het grote getal 50 en de regel BCE. ECB, EZB, EECT, blablabla, voerbaar. Dus dat zijn deze dingetjes hierboven. Die horen een ribbel te hebben. Nou, dit is de echte, dus ik ga voelen. Want ik voel hier toch wel overduidelijk een ribbel overheen zitten. Ja, mag ook voelen. Ja? Oh ja, ik voel het ook. Gaan we deze voelen? Nou, hier zit geen ribbel overheen. Nee. Nee? Nee. Hier wel weer. De 50, want deze hoort ook een ribbel te hebben. Die is wel geribbeld. Ga naar de volgende. Dat is het hologram. Dat is de zegel, dit dingetje hier zo. Dit is de echte. Kantel het biljet en het getal 50 verspringt van het gebouwtje naar het euroteken. Oh ja. Maar het is geen euroteken. Dat is wel heel vet. Ik wist niet eens dat het kon. Je hebt hier een hologram en daar zie je een gebouwtje in en een 50 euro. Maar op het moment dat je hem kantelt en je kijkt erin, dan zie je in één keer een euroteken. Moet je maar even doen. Ja, zo. Dat is vet. Ik ga nu even met een nep 50 doen. Ik zie hier ook het gebouwtje. Iets minder duidelijk het gebouwtje, maar wel die 50 als ik hem kantel. Geen euroteken. Ik zie ook geen euroteken. Nee. Dus er zijn al twee van de dingen wat hij niet heeft. Nee, en dit is nog een snelle test ook, hè. Oké, kleurveranderende cijfer. Het is dus dit dingetje. Wat moet ik doen? Kantel het biljet en het getal 50 rechtsonder verandert naar van paars naar olijfgroen. Ik zie wel wat. Ja, hij verandert wel, maar hij wordt gewoon. Ja, volgens mij is het gewoon goed. Oké, ga ik deze even erbij pakken. De kantel ik. Sorry hoor, maar ik moet dit toch echt even laten zien hoor. Ik zie vanuit hier dat dit nep is, man. En dit is echt. Dit is gewoon dof. Het lijkt niet op geld. Het lijkt op een nepbriefje, weet je. Maar wel een fucking goede nepbrief. Bij de meeste supermarkten tegenwoordig en heel veel winkels hebben ze een scanner. Daar kan je hem doorheen halen. Ja. En dan voelt die scanner gelijk of het nep of echt is. Maar dus deze hoort door de scan heen te komen, toch? Ja, maar daarvoor zijn ze gemaakt. Ga maar naar de markt toe. Denk je echt dat ze daar scannen? Nou, ik heb hier nog 3 potentiële slachtoffers gevonden. En ik heb echt een hele simpele vraag voor jullie. Ik heb 2 briefjes van 50 hier. Welke is echt en welke is nep? Dan mogen jullie met z'n drieën gaan beslissen. Mag ik scheuren? Liever niet. Het is 50 euro, man. Geen dan scheuren. Ja, maar een echte krijg je niet door minder gescheurd en een neppe wel. Als het goed is. Ja, deze scheurt heel makkelijk. Dit zal wel nep zijn. Ja, maar dit scheurt ook. Dan is dat niet de manier om te bepalen of die echt is. Hier zie je heel duidelijk euro en euro staan. Hier is het bijna niet te lezen. Dus dan denk ik van, dan
zal deze nep zijn, maar het is maar gewoon ook een gok. De kleur, ja, kleurverschil. Maar jullie gaan nu echt uit van gokken gewoon bijna. Ja, eigenlijk wel. Dus als iemand met, je hebt een marktplaatsadvertentie staan en je wilt verkopen en iemand komt aan die geeft jou 3 van een van deze briefjes, dan zou het je eigenlijk geen ruk interesseren, want je weet het toch niet. Nee. Dan zou ik hem s'avonds in de kroeg uitgeven. Ja. Dus jullie gaan voor deze? Ik zou voor deze gaan. Ja. Dat die echt is of dat die nep is? Dat deze nep is. En jij? Ja, dan ga ik mee. Ja, die ziet er nee, iets. Nee, ik denk dat deze echt is. Dan liggen we eigenlijk wel op één lijn. Ja, alle 3 zeggen jullie deze is nep? Ja. Jullie hadden gelijk, deze is nep. Ik heb nog 1 testje voor jou, Rico. We gaan nu doen, dat ding heb ik in mijn broekzak gehad, er gebeurt shit mee. Geef het gewoon Stefan. En ik ga jou nu brief 50 geven. Hé man, ik wil graag geen Red Bull. Ik wil wel even Red Bull, hè. Oké, nu is het maar aan mijn taak om te kijken of dit echt of nep is. Ja, maar je mag niet de watermerk gebruiken en zo, niet de hologram, want anders weet je het meteen. Is het echt of nep? Als ik nu gewoon kijk, denk ik gewoon dat het echt is. Maar als ik wel mag kijken, weet je. Mag ik een beetje kijken? Dan wat? Nou, gewoon een ding doen. Ja, maar dan weet je meteen dat het nep is. Ja, dit is nep. Kijk. Ja, hij is nep. Maar ik dacht nu net dat ik jou de echt had gegeven. Ik dacht ook wel. Ja? Ja? Nee, is nep. Ja, die is nep. Ja. En dat zie maar ik heb wel gewoon gezien, ik ging hier voelen, weet je. Hij voelt best wel nep. Maar ik weet nou niet of het in mijn hoofd zit. Maar dat, ja, dat zit in mijn hoofd, want je ziet het net met die andere mensen daar. Dat mag gewoon bewijs, weet je. Je voelt het niet. Dus ik zeg bij deze wel gewoon dat dit gewoon. Als jij crimineel bent en jij wilt money maken op illegale manieren. Dan is dit best wel een way to go, weet je. Best wel een safe way to go ook. Je hebt niet echt het gevoel alsof je iets heel illegaals aan het doen bent, die drugs aan het handelen of weet ik het wat. Je hebt gewoon een brief van 50 die je gewoon ergens gaat uitgeven, waardoor je er zo langzamerhand de hele tijd winst maakt erop, weet je. En hoe meer je er bestelt, hoe goedkoper het wordt. Alleen ik vind dat nog een beetje tricky dan, want je ziet wel wat nep is, als je goed kijkt. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken. We hebben eindelijk onze 50 ekkies binnen. We wachten nu alleen nog op DMT en nog wat andere dingetjes. Dus hopelijk komt dat ook allemaal binnen. Voor tof, even liken, weet je. En dan stimuleert ons wel meer van dit soort shit doen. Deel het ook even met je vrienden. Maar niet kopen, hè, jongens. Niet gaan kopen, nee. Want ik denk dat je hier best wel goed in de problemen mee kan komen. Valt een erg volgens mij zelfs. Ja, zeker weten. Even abonneren. En omdat je hier de problemen mee kan komen, en dat willen wij niet. En sowieso willen mensen die blazen gewoon niet verbranden. Yes, helemaal niet. Klopt niet, hè?